Dit is het bed waar Van Gogh zijn laatste dagen in doorbracht in het Franse Arles. In 1888 schilderde Vincent van Gogh zijn slaapkamer. Er werd vanuitgegaan dat het bed bij het vuilnis was beland. Maar uit deze brief blijkt dat het in Laren terechtkwam en na de oorlog werd overgebracht naar Boksmeer met de actie Laren helpt Boksmeer. Een foto die een Boksmeerse historicus stuurde, gaf de doorslag. En daar staat een hele reeks bedden staat er op die foto. Nou, die is in Engeland door meneer Bailey met gejuich ontvangen. So that was the last bit of the puzzle. And there is no question that the bed ended up in Boksmeer. In Boksmeer is natuurlijk direct een zoektocht gestart. Dit bed, staat dat bij jullie? Nee, ja, nou. Ja, het hangt bij ons aan de muur. Ja, maar u slaapt er niet in. Nee, dat kan niet. Bij ons niet? Vroeger, mijn tante had zo'n bed. Dan zitten we misschien hier op een spoor. Mijn tante is ook dood. En waar is dat bed? Dat is toen de kachel ingegaan. Toen mijn tante nee. De eerste claims zijn al binnen. Ook bij de NOS heeft zich al een vrouw gemeld. Hier in dit hotel zou het bed hebben gestaan. Zij zei, ik heb in de jaren 90... waarschijnlijk in dat bed geslapen, ja. Bij het stadsarchief gaan ze het onderzoeken. En ondertussen is de burgemeester ook heel benieuwd geworden. Beste burgers, als u iets weet van het bed, en iets kunt vertellen over de geheimen van dit bed, dan wil ik het graag van u horen.